Huppakee. Ja, ik ben al in beeld, hoor. Oh, is dat goed? Ja. Welkom bij de Winstgevers Podcast, waarin wij elke vrijdagmiddag om 14:00, iets later nu dus, bij een lokale ondernemer aanschuiven. En dan gaan we het hebben over het ondernemerschap en waarom dat we daar aan begonnen zijn. Een huishoudelijke mededeling: vergeet niet om ons kanaal te subscriben, onze Facebookpagina te liken en alles wat met social media te maken heeft. Even te checken. We hebben vandaag Herman en Marcia Hendricks van Breda Aviation. Yep. Hoe is het voor jullie allemaal begonnen? Het ondernemen. Ja. Hoe komen we er vanaf? Ja. Daar komen we straks op. Hoe komen we er vanaf? Hoe is het begonnen? Het is begonnen dat wij getrouwd waren. Of verkeer. Ja, we getrouwd waren. En de vriend van haar moeder. Dat was een school. Daar begon het mee. En ik had er iets voor geregeld. En rond welke periode praten we nu? Dat is 92. Oké. Okay. Zo'n beetje. En in die periode, 91, 92. En in die periode kwam ik met het vliegen in aanraking. En vanaf die tijd is het zeg maar doorgegaan. Totdat we uiteindelijk na mijn opleiding in 2008 samen de zaak zijn begonnen. Doorgegaan. En, dan zijn we samen in de zaak terechtgekomen. Alright. En hebben jullie altijd hier bij Breda Airport voor een Seppe gezeten? Ja, ik ben hier zo'n beetje opgegroeid. Ja? Ik heb als kind de horeca was van van de familie van mijn moeders kant. Ja. Restaurant Cockpit. Mijn vader sprong parachute. Dus als klein kind liep ik hier hele dagen rond. En toen destijds op de vliegschool ben ik als 19-jarig meisje achter de balie gaan werken. En als toen iemand tegen mij had gezegd, over zoveel jaar heb jij een eigen vliegschool, had ik gezegd van, dat gaat toch nergens over, echt niet. En toen wij inmiddels samen waren, toen inderdaad is Herman eigenlijk in het vliegen gerold en gezegd van, dit vind ik zo ontzettend leuk. En toen in 2004 heeft destijds de eigenaar van de vliegschool, die wilde gewoon graag vliegen en die zei, ik heb eigenlijk iemand nodig die het dagelijks management van de vliegschool gaat doen. En toen ben ik erbij gekomen. Hij was vlieginstructeur. En zo ben ik erbij gekomen. Nou, en toen kregen wij 5 jaar later de kans om het bedrijf over te nemen. 4 jaar later. Oh. Dus sinds 1 april 2008. Dat is een hele goede datum voor ons. Onze trouwdatum en de overnamedatum. Echt waar. Dus het is nooit geen grap. Maar, Dan is het meant to be. Het is een uit de hand gelopen grap. Ja. Oké, okay, maar dus eigenlijk is Herman door... Door mij eigenlijk in de vliegwereld geworden. Oké. Okay. Ja. Ja. En maar eerst dan als hobby? Ja, ik studeerde bij een elektrotechnisch bedrijf, daar werkte ik gewoon als werknemer. En met één vluchtje, met een proefles, kwam ik in één keer aanraak met dat vliegen. En ik wilde dat altijd wel, maar ik had een bril. Dus mijn gedachte was dat als je een bril hebt, dan mag je niet vliegen. Maar dat bleek een misopvatting te zijn. Oh. Dus toen kreeg ik te horen dat je met bril of lens wel mag vliegen. Ja, dus dan ben ik maar eens gewoon, denk ja, ach, waarom niet? Ik bedoel, als je geen kinderen hebt, dan maakt het allemaal niet uit. Double income, no kids. Dus geld over. Ja, precies. Nou, dan begin je eraan. En niet weten waar het gaat eindigen, dat niet. Want het is het nou niet gewoon zo dat je daarmee in aanraking bent gekomen, dat je zegt, dit wil ik gaan doen voor mijn werk? Nee, ik ben toevallig met ik zou eigenlijk een rondvluchtje doen. Maar het werd eigenlijk gewoon gelijk een proefles. Vanuit de proefles vond ik het eigenlijk zo leuk. Ik denk van, dit is leuk. Dit is leuk. En ik wilde daar meer van weten. Ik ben er meer gaan informeren. En toen kwam ik erachter dat alles wel mogelijk was wat ik dacht dat niet mogelijk was. Ja. Toen ben ik eigenlijk gewoon begonnen met vliegen in 92. En vanaf die tijd sta ik al in mijn vliegen. Vet. Ja. Oké. Okay. En wie kunnen hier nou eigenlijk allemaal terecht dan? Iedereen. Eigenlijk iedereen. Mensen zeggen vaak vliegen is heel duur en moeilijk. Ja. En onze filosofie is eigenlijk iedereen kan leren vliegen. Je moet er natuurlijk wel wat centjes voor hebben. Maar zoals ik al zei tegen jullie hiervoor. We hebben mensen die hun vakantiegeld ervoor opsparen. We hebben mensen in de quote 500. We hebben jonge mensen die 17 jaar zijn. Onze oudste vlieger die niet meer zelfstandig vliegt. Altijd wel met een van onze mensen. Die is 95. Van de week kwam er een man binnen op zijn. Ja, 97. 97, die wilde ook graag eventjes een lesje doen. Die vond het zo leuk dat hij er nog over heeft gehad om zijn opleiding te gaan doen. Op 97-jarige leeftijd. Ja, dat is gewoon fantastisch. Ja. We hebben mannen, we hebben vrouwen.
En dus eigenlijk iedereen kan leren vliegen. Je moet er wel een bepaalde passie voor hebben. Okay. Wij kunnen zeggen van, ik kan het tegen iedereen vertellen hoe ontzettend leuk het is. Maar als je de passie niet voelt, mm-hmm. je moet er best wel wat voor leren. Je moet er best wel wat tijd in steken. Ja. Dus je moet er wel een passie voor hebben. Je moet wel heel erg leuk. Je moet iets voor over hebben. Ja. Ook het geld wat het met zich meebrengt. Kijk, ja. het is geen rocket science. Iedereen kan het eigenlijk leren. Het is ook niet heel kostbaar. Want iedereen kan het eigenlijk wel betalen. Maar je moet het er voor over hebben. Als je het niet voor over hebt, moet je nooit om beginnen. Nee. Ja? Maar hetzelfde als als je een auto koopt en je gaat er allemaal spoilers op plakken. Ja. Ja, dat kost ook gewoon geld. Ja. Nou, en dat is ook eigenlijk gewoon weggegooid geld. Als je nou... Eigenlijk wel. Vliegen is geen... Ja, die vliegen. Dat vind ik gelijk maakt hij nou. Vliegen is daartegen. Daar doe je iets. Je betaalt ervoor. Ja. Je hebt er ook plezier van. Ja. Je hebt er wel in je eentje plezier van. Mm-hmm. Meestal de andere helft er niet. En van een auto kun je heel gezin plezier van hebben. Ja, maar goed. En je moet het er voor over hebben. Ja. Als je het er niet voor over hebt, moet je het gewoon nooit doen. En mensen zeggen wel eens van, joh, wij moeten promoten bij de miljonair fair en zo. Nee. De miljonair fair die laat iemand vliegen voorin. Dus dat gaat niet gebeuren. Dus nee. Miljonairs hebben wij niet. En als we ze wel hebben, dan willen ze zelf dat ervoor aan uitgeven. Juist. En dat is hetgeen wat onze mensen trekt. Ja. Die willen dit. Klaar. Ja. Dat is het gewoon een bepaalde en dat is, dat maakt helemaal niet uit of dat je aan de lopende band staat of quote 500, dat maakt helemaal niet uit. Okay. Als je dat wil, doe je dat. De mensen die bij jullie vliegles nemen, zijn dat dan pleziervliegers dus, zeg maar, of zijn dat toch wel mensen die het beroepsmatig willen gaan doen? Beide. Ja, wij hebben mensen, ik moet zeggen, het merendeel van onze huidige leerlingen is, die volgen een opleiding voor sportvliegen, echt voor hobbyvliegen. Mm-hmm. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren best wel wat crisissen gehad waarbij de hele markt voor jonge verkeersvliegers instort. Dat is nu ook weer gaande. Ja. Dus we hebben veel mensen die bij onze opleiding hebben gevolgd, die een baan hebben, die nu allemaal weer thuis zitten. Oh. Dus dat is wel heel erg jammer. En het kost gewoon ontzettend veel geld. Je moet rekenen dat je 100 tot 150.000 euro kwijt bent om een opleiding te volgen tot beroepsvlieger. Wow. Dan moet er ook wel werk zijn. Dan moet er zeker werk zijn. Ja. Ja. Dus dat is een beetje een markt die wat op en af gaat. En dus we hebben nu, ik denk dat nu 20% bij ons de opleiding tot verkeersvlieger volgt of een andere beroepsopleiding. En ik denk dat 70-80% nu echt voor sportvliegen gaat. Oké. Okay. Ja. En dat sportvliegen is echt hobbymatig dan? Echt hobbymatig, ja. Ze worden het vaak wel gezegd, hobbymatig, hè, maar het is toch... Kijk, het zit in de hobby-sfeer. Mensen verdienen er geen geld mee. Maar je moet het wel zien als een vak. Ja, het is wel serious business. Ik bedoel, het gaat één keer omhoog. Het komt altijd naar beneden. Ja. Ja? Maar de manier waarop bepaal je als piloot zelf. Ja. Dus je moet altijd wel zorgen dat je serieus mee bezig bent. Ja. Ook al zit het in een hobby sfeer, zeg maar. Wij hebben met heel veel dingen te maken. Met milieu, met geluid en noem maar op. Mm-hmm. Je kunt alles doen. Je kunt ook heel veel dingen verzieken. Maar ja, wij proberen wel mensen op te leiden. Dat ze ook aan milieu- en geluidsaspect denken. Dat het gewoon echt een vakgebied wordt, zeg maar. Ja. Dus de hobbyvliegen, hè, dat wordt al gezegd, sportvliegen is hobby, maar het is wel gewoon serieus business. Het is, hobbyvliegen met een beroepsmatige instelling. Met een beroepsmatige instelling. Zo moet je zien. En als ik nou moet gaan kijken naar die beroepsmatige instelling, zeg maar, kun je wat voorbeelden noemen dan voor mensen die dan die cursus pakken en dat dan voor hun beroep gaan doen? Wat gaan die dan zo doen? Kijk, sommige hobby's die zijn heel leuk en daar hoef je niet zo serieus mee om te gaan. Mm. Maar dit is natuurlijk wel een hobby waar je wel heel serieus mee om moet gaan. Als je bijvoorbeeld uiteindelijk een vliegbuffet hebt, een sportvliegbuffet noem je dat dan, dan neem je wel 1 of 3 mensen mee. Je bent volledig verantwoordelijk voor die 3 mensen. Hetzelfde hebben we natuurlijk met autorijden, alleen dat beseffen we het niet. Nee. En met autorijden doen we het eigenlijk hetzelfde. Ja. Maar dat is common, dat doen we elke dag. Juist. Vliegen is dan toch iets speciaals. En als je eenmaal in de lucht bent, dan moet je toch wel bij jezelf na gaan denken van ik ben wel verantwoordelijk dat ik deze mensen weer verder aan de grond zet. En dat is het beroepsmatig wat je een beetje met je mee moet nemen. Mm-hmm. Het is gewoon serieus business. Ja. En je kunt hier ook niet binnenkomen en zeggen van ik pak mijn tas onder mijn arm, ik ga naar het vliegtuig en ik ben maar eens even weg. Je moet voordat je gaat vliegen wel goed over dingen nadenken. Is het weer voor mij voldoende om te vliegen? Mm-hmm. Waar ga ik heen? Wat kom ik daar tegen? Dus je moet van allerlei dingen al bedenken voordat je weggaat. Ja. Dus, ik kan me voorstellen. Kun je nou zomaar bewijzen, want we hadden het er toen straks over, dat je zegt van nou we vliegen naar door Europa. Ja. Maar kun je dan zomaar aankomen waar je op willekeurig
op willekeurige vliegvelden? Nou, dat is het rare dan met vliegen. Met auto kan dat wel. Ja. Je kunt in heel Europa rijden en je hoeft nergens je paspoort rijden, waar ze niks te laten zien. Nee. Maar vliegen, als je naar een ander vliegveld gaat, oké, binnen Nederland. Mm-hmm. Maar als je naar buitenland, België, Antwerpen, dan moeten we paspoort meenemen, moeten we identiteitspapieren meenemen, we moeten alles laten zien. Ja. Want als we daar aankomen, dan moeten we zelf legitimeren, we moeten vliegplannen dienen, moeten we van tevoren aankondigen. Ja, dan, waarom? Precies. Eigenlijk, dat is in Europa. Ja. Maar in de luchtvaart is dat nog steeds zo. Dus je moet altijd wel voorbereid zijn. Maar je moet dus eigenlijk wel een belletje plegen van, nou, wij komen rond 3 uur daar. Je doet er een vliegplan voor indienen. Dus het is gewoon digitaal, doe je een plan maken. En dat stuur je weg en dan gaat centraal naar Brussel en die doet dat weer verder distribueren. Okay. En dan weet je het vliegveld dat je eraan komt. En als je dat zeker wel weet dat het aankomt daar, dan ga je bellen en zeg van, nou, ik ben van plan naar jullie toe te komen. Ja. Heb je bijzonderheden of zo? Dan weet je van tevoren al of er ook bijzonderheden zijn. Of zweefvliegen, activiteiten, of ze hebben misschien wel een hele airshow daar. Dat kan ook. Dan kun je niet komen. Nee, dan kun je niet zomaar vragen om een waaien. Dan kun je niet komen. Dan kun je niet in zaken van, hebben ze daar de brandstof die ik eventueel moet tanken? Ja. Hebben ze de soort brandstof die ik nodig heb? Kan ik er lunchen of koffie drinken? Ook voor vliegers heel erg van belang. Ja. Want ik wil altijd ergens wel eventjes een hapje eten. Of even een kopje koffie pakken, weet je wel. Dus dat is, maar stel nou, we gaan naar Engeland vliegen. Ja. Hoe lang zijn we daarover bezig dan? Nou, 1,5 uur. Echt waar? Ja. Dus vanaf hier naar Londen. Dan vlieg je meestal een veldje rond Londen. En dat vliegveld is een uur en 3 kwartier. Dan ben je daar, sta je daar. Nou, dan is het nog 3 kwartier met een taxi, metro of trein. Dat zijn midden in Londen. Ja. Dus met 2,5 uur sta je midden. Vanaf hier daar, midden in Londen. Zo. Maar dan ben je eigenlijk toch veel sneller dan met een gewone vlucht. Ja. Want je moet eigenlijk, als je bijvoorbeeld nou naar Amsterdam, je zou vanuit daar gaan, dan moet je eerst daar naartoe rijden. Ja. Je van tevoren zijn. Juist, je moet er van tevoren zijn. Je moet door de douane en noem maar op. En voordat je er dan bent, je moet niet alleen je vlieguren rekenen wat dat betreft dan. Nee. En hier hoef je niet zo te boarden, net zoals je daar in Amsterdam moet doen, denk ik dan. Nee, we hebben ook wel een kleine groep klanten die zakelijk vliegt. Dus die hebben een vliegbrevet en die zijn inmiddels zo kundig dat ze ook dat soort vluchten kunnen uitvoeren. Want niet iedereen kan dat, hè. Daar komt wel even wat meer bij kijken. Soms nemen ze een van onze vlieginstructeurs mee om zich te ontzorgen. En kijk, dan heb je inderdaad, je zet je auto voor de deur, je hebt je vliegplannen gemaakt, je stapt hierin, je vliegt daar waar jij wezen moet. En vaak, als je ergens in de buurt, als je ergens in een ander land moet zijn, wij kunnen op alle kleine vliegveldjes landen. Dus wij vragen vaak aan een klant van ons, waar moet je nu precies zijn? Hij kan zeggen, ik moet naar Londen, maar hij kan wel in de buurt van Londen ergens moeten zijn. Dan gaan wij kijken, welk klein vliegveld ligt daar in de buurt waar wij kunnen landen. Veel dichterbij dan een grotere luchthaven die je misschien als eerste zou moeten denken. Ja. Maar het is wel even, misschien voor de luisteraars om te melden, dat voor dit soort vluchten heb je natuurlijk een vluchtvergunning nodig. Een officiële vergunning, maar die hebben wij niet. Dus wij doen het alleen met onze eigen klanten, mensen die een buffet hebben. Die ons dus meevragen om naar hun zakelijke bespreking te vliegen. Dus het is niet zo dat straks iedereen moet gaan bellen, want jullie kunnen zakelijk. Ik heb een zakelijke bespreking. Nee, dat werkt zo niet. Nee, wij doen dat echt met onze eigen klanten. Ja. Maar je moet je voorstellen, ook al kan een klant van onszelf die vlucht maken, als hij of zij daar voor een meeting moet zijn, die moet al bij terugkomst wel het vliegtuig tanken. Je moet weer een vliegplan indienen. Dus daar komt best veel bij kijken. Dus als ze dan een van onze vlieginstructeurs meenemen, die nemen dat soort taken uit hun handen. Hun kunnen zelf heerlijk vliegen. En de vlucht maken die ze zelf fijn vinden. Ze kunnen daar hun meeting doen. Ze komen terug, ze stappen in. En alles is voor hun gedaan. En dat is natuurlijk wel heel erg prettig. Ja. Ze huren eigenlijk gewoon het vliegtuig en de crew, zeg maar. En ze vliegen daar zelf heen. Ja, ze vliegen er zelf toe. En kijk, wij zijn minder meer gelimiteerd dan de vlieger zelf. Mm-hmm. Dus ook al is het slecht weer, dan kunnen wij gewoon doorvliegen. En zij zouden moeten stoppen. Mm. Dus dan is het voor hun makkelijker dat wij erbij zijn. Ja. We kunnen gewoon doorvliegen. En dan leren ze zelf ook weer dingen doen. Ja. Heb je dan een bepaalde parkeerplaats dan of zo? Het is hetzelfde als op Schiphol, Pier 7. Ja. Dan komt er een slurf, dat is een klein vliegtuig. Nee, meestal heb je gewoon een parkeerplaats en daar staat het vliegtuig. En dan stap je uit en dan loop je met een geel hesje tegenwoordig, moet je overal lopen. Dan loop je naar een terminal en dan ga je daar van daaruit gewoon verder. Vaak heb je op de grotere luchthavens een klein gedeelte voor de general aviation, dus waar de kleine toestellen kunnen staan. En soms heb je zo'n follow me car, dus een taxi achter de follow me car aan en die geeft aan waar je moet zijn. Oh. Dus, apart. Ja.
Maar zo werkt dat. Ja. En eigenlijk zijn er dus geen commerciële vluchten. Hè? Je moet zelf al een brevet hebben. Nee. Maar zouden jullie daar zien zitten om commerciële vluchten aan te nemen? Nee. Nee? Dat is weer een hele andere business. Daar komt heel veel vergunning technisch bij kijken. Je moet een vliegtuig aanschaffen waarmee je dat kunt doen. Dus dat is weer een toch wel een andere tak van sport. Ja. Het vliegveld leent zich er ook niet zo voor. En het vliegveld hier leent zich daar niet voor. Nee. Je bent hier op de daglichtperiode aangewezen. Nou, je weet zelf hoe laat het licht is en hoe laat het donker is. Ja. Dat is een korte periode tegenwoordig. Mm-hmm. Kijk, en als je op grotere vliegvelden zoals Antwerpen of Rotterdam zit, dan kun je van 's morgens 7 tot 's avonds 11 vertrekken en aankomen. Ja. Dus daar wordt het meer naar. Dus als we zo'n vraag krijgen, dan schuiven we dat meestal door naar een zakelijke partner. Ik zit gelijk voor mezelf te denken. Het zou super lekker zijn. Dan kunnen we eigenlijk gewoon op de fiets onderhand. Ja. En dan hier. Ja. En dan zo, ik ben even een week naar Spanje. Ja. Ja. Zo zeg maar. Ja, ja, ja. Maar je moet ook rekenen, want dan zeggen mensen, zeggen klanten van ons wel eens, God, ik wil wel graag naar, ik noem maar wat, laat ik maar even Texel noemen. Mm-hmm. Kijk, wij kunnen onze vliegtuigen ook geen heel weekend missen. Hè? Het is niet zo van, die klant vliegt op vrijdag naar Texel, die komt op zondag terug en het toestel staat daar de hele weekend bij prachtig weer te staan in het zonnetje. Dat werkt niet. Nee. Onze vliegtuigen moeten geld verdienen, dus die moeten gewoon elk uurtje dat ze kunnen vliegen, moeten ze vliegen. Ja. Dus een klant kan een vliegtuig meenemen, dat zou dan op maandagmiddag kunnen en op dinsdagmiddag terug bewijzen. Spreken, maar niet op vrijdag weg en op zondag terug en dan vervolgens het toestel aan de grond laten staan. Nee, dat is net dus eigenlijk in een bedrijf zoals dat voor ons is dat niet mogelijk. Nee, dat is eigenlijk net de transportwereld. Hè? Je gaat vol heen, maar je wil eigenlijk ook vol terug. Ja. Maar dan zeg ik wel, we zijn natuurlijk bedrijven net zoals NetJets, ASL, dat zijn bedrijven die gewoon veel meer contacten hebben. Dus je kunnen naar Nice vliegen en vanuit Nice bijvoorbeeld weer mensen door vervoeren naar Bergamo en dan weer terug naar Londen of wat dan ook. Ja. Dus je hebt veel meer contacten, maar dan vlieg je niet altijd leeg. Want leeg vliegen is natuurlijk heel kostbaar. Ja. Dus, zit dit vliegveld nou nog gebonden aan bepaalde groottes van vliegtuigen? Ja. Ja, zit daar een maximaal nummer aan? Ja, je bent gewicht gelimiteerd, 7 ton, nee 6 ton. Ja. En persoonsgewicht gelimiteerd op 19. Oké. Okay. En dat heeft te maken met de brandweer en het 6000 kilo is zeg maar het beton waar je op landt. De sterkte van beton. Ik zeg altijd, hou er rekening mee dat er hier een vliegtuig kan landen waar 12 personen in kunnen. Dan heb je er maximaal een beetje, het kunnen er iets meer, maar dan heb je een beetje, dan hebben mensen gelijk een beeld van, dus ik kan niet daar opstappen om naar Spanje te vliegen. Nee, nee dat kan niet. Nee, okay. Kijk, het Breda International Airport, dat is natuurlijk een kreet die gelijk met iedereen opgenomen wordt. En iedereen praat er gelijk over, dat was prima. Maar international wil gewoon alleen maar zeggen dat je douanefaciliteit hebt. Mm. Nou, dat is het enige. Nou, en ook mensen dachten gelijk dat Ryanair hier naartoe kwam. Je zult toch naar Eindhoven moeten rijden. Ja, daar hebben wij het wel over gehad hoor. Maar, net als hier in de buurt natuurlijk. Zou het nou straks zo gevecht komen dat? Nee. Maar, nee. Nee. Wij zeggen altijd, Breda Airport is groot in kleine luchtvaart. Ja. En op het moment dat de grote luchtvaart op jouw luchthaven samen met die kleine luchtvaart vliegt, dan is het voor de kleine luchtvaart al veel minder leuk. Ik bedoel, dan komen er veel meer regels. Ja. Je kunt niet meer even binnenlopen. Je moet overal door elk poortje je paspoort laten zien. Dus het vliegveld krijgt ook een andere sfeer. Ja. En Breda Airport is echt nog een vliegveld voor de kleine luchtvaart. En dat is gewoon ontzettend leuk. Ja. En zitten jullie nou bijvoorbeeld gelimiteerd aan bepaalde hoogte dan? Dat je niet meer andere vliegtuigen... Of hoe spreek je dat nou af? Je hebt een soort meldkamer hier ook, zeg maar. Of? Nee, je gaat gewoon zelf op zicht weg. En als je een luchtverkeersleiding nodig hebt, dan schakel je die zelf in. Oké, okay, je kunt met alle luchtverkeersleiding spreken, zeg maar. Het zijn gewoon mensen. Ja, dat snap ik. Maar ik wil zeggen, van net als je kan vanaf hier al met Schiphol praten bijvoorbeeld. Maar daar haal je ook een license voor. Ja. Om dat te mogen doen. Krijg je les in. Ja, maar luchtverkeersleiding is er voor de vliegers. Het is niet dat de vliegers voor de luchtverkeersleiding wil zijn. Nee. Dus als je als vlieger verkeersleiding nodig hebt, dan roep je gewoon niemand op. En of het een Schiphol is of een Heathrow, dat maakt niet uit. Of als Charles de Gaulle, die mensen gaan jou helpen. Die moet jou helpen. Ja. Dus zelfs zijn zelfs verplicht. Dat is een taak. Dus als ik in de problemen zit qua beheer of wat dan ook, of noem maar op, dan moeten ze mij gewoon helpen. Oh. En ook al zou ik een storing hebben aan mijn vliegtuig, ik zit boven Schiphol, dan moeten ze mij ook gewoon laten landen. Maar er zijn natuurlijk wel regels. Hè? Jij mag niet als sportvlieger door het gebied van Schiphol vliegen met jouw kleine vliegtuigje. Okay. Maar dat mag niet. Er zijn ook wel regels voor. Ja. Er zijn gebieden waar we bijvoorbeeld niet mogen vliegen. Niet zomaar. Ja, we mogen eigenlijk overal vliegen, maar je moet alles wel afspreken met elkaar. Ja, anders wordt het ongeorganiseerde bende. Ja. En zelfs in een bedrijf. Ja. Net als richting
waar de kazerne zit, hoe noemen ze dat nou daar, bij Woensdrecht. Woensdrecht, daar mag je volgens mij niet in de buurt komen dan, of wel? Ja. Oh wel toch? Alleen, het is een militaire luchthaven, een militair en burger een stuk gescheiden. Dus als wij daar zouden willen landen, dan wordt dat een lastig probleem. Hmm. Ja, want dat is militair luchtvaartterrein. Ja. En dan gaat een burger landen. Dat is verzekeringstechnisch is het ook weer heel raar, dus dat is allemaal niet zo... Hetzelfde geels rijden dan? Ja, maar een militair, een militair vliegtuig landt hier ook niet. Ging daar nou trouwens zo'n Paul V? Ja, dat is een helikopter. Ja. Een gyrocopter. Gaaf. De Paul V nog niet, maar dat is wel de gyrocopter. Oh. Ja. Ja. Dat is een voorbereiding van de vliegende auto. Ja. Vet. Ja. Die komt hier ook of... Ja. Hebben jullie er zelf eentje? Nee. Ja. Nee, we gaan wel, ik denk wel twee krijgen voor training. Dus, dus dat wel. Dus wij doen in opdracht van, ja, wij doen samenwerking met Paul V, met de vliegende auto fabrikant, zeg maar. Kijk, die maken iets, ja. En wij kunnen opleiden. Dus ja, dat is een win-win situatie. Hebben die jullie daarvoor benaderd? Ja. Ja, wij zijn eigenlijk, in onze vergunning hebben wij nu een Flight Drive Academy opgenomen. Ja. En in die Flight Drive Academy zijn wij op dit ogenblik de instructeurs aan het opleiden. Die strakjes op de Paul V lessen gaan geven. Dus wat je net voorbij had gekomen was een instructeur die aan het trainen is om op te leiden voor. Ja, want dat is natuurlijk wel lastig. Het is natuurlijk een hartstikke nieuw iets. Ja. Maar hoe kun je daar dan les aan geven? Dan simpel. Maar als iets splinternieuw is. Dan moet je het zelf ook ontdekken. Je moet nu zo denken dat de Autogiro, waar we nu de lessen op aan het doen zijn, die lijkt het meest qua vliegcapaciteiten... Op de Paul V. Dus op het moment dat de Paul V straks helemaal af is, dan zullen ook onze vlieginstructeurs nog een soort van omscholing nodig hebben. Die moeten het toestel ook leren kennen. Tuurlijk. Maar qua vliegen lijkt deze het meest op. Dus nu zijn wij de instructeurs op deze Autogiro aan het opleiden. En dat moet eigenlijk strakjes, als een soort olievlek, moet dat zich gaan uitbreiden. Dus wij zijn nu het eerste team aan het opleiden. Er zijn al wat mensen die een Paul V gekocht hebben die ook graag verder al willen. Dus dat zal ergens medio 2021 worden dat we die alvast gaan scholen. Mm-hmm. En dan op het moment dat de Paul V steeds dichterbij komt, dat die echt op de markt komt, dan zullen wij nog meer vlieginstructeurs op moeten gaan leiden. Dus die eerste zes waar we nu mee bezig zijn, die gaan straks de volgende zes opleiden. En de volgende zes en de volgende. En zo zou dat wereldwijd... moeten worden uitgebreid. En het principe is een gyrocopter? Een gyrocopter. Want het is eigenlijk geen helikopter. Gyroplane. Ja. Die je kan niet zo opstijgen. Nee, het is geen helikopter. Je moet altijd vooruit en dan pas ga je omhoog. Oké. Dat is net zo'n blaadje toch? Ja, het is gewoon een vliegende vleugel. Het wordt gewoon een draaiende vleugel. Het draaimechanisme wordt een vleugel. En daar is het principe op gebaseerd. Ah. Het ziet er een beetje uit als een kleine helikopter, maar het heeft meer de vliegcapaciteiten van een vliegtuig. Ja, kijk, het is een innovatieproject van Nederland. En het is gewoon leuk als je als opleider daar gewoon niet mee mag doen. En dat je dan ook gewoon kan zeggen dat je de eerste van de wereld bent. Die je erop gaat opleiden. Ja. Mag je daar zelf nog mee vliegen dan? Ja, dat is heb wel. Je ook al eens mee vliegen? Nee, nog niet. Daar is nu in testfase. Hij mag nu de weg op. Dus we hebben één model dat rijdt over de weg. Momenteel rijdt hij in Engeland voor mij. Ja, en dan voor 31 december moet hij terug zijn, want anders weten we niet hoe het zit met Brexit. Oh ja, ja. Dan ben je misschien ook kwijt aan de Engelsen, dat moet je hebben. Je weet. Ja. Maar dus, september of oktober heeft hij zijn nummerplaat gekregen. Ja. Dus je kunt hem echt op de Nederlandse wegen tegenkomen. Dus heel erg gaaf. Het is maar eentje die hij nu heeft. Het is er nu eentje, De nummer 2 wordt nou gebouwd ook voor de vliegtesten. Super, dus die wordt dan in 2021 gedaan. Maar het zijn 150 vliegtesten die ze moeten doen. Dus een rotpakket met papieren. Want ja, ze zeggen wel eens, ja, hoe zit het met de veiligheid? Mm-hmm. Nou, dan weet je wat veiligheid inhoudt. Voordat er überhaupt iets in productiemarkt gezet wordt, is het uitvoerig getest. Mm-hmm. Nou, dan zijn wij straks de eerste instructeurs op de Paul V. Maar dat wil ook wel iets zeggen over de kwaliteit van je vliegschool natuurlijk. Ja. Toch? Ja, nou, kijk, zij hebben het vertrouwen dat wij dat gewoon kunnen. Wij staan dat vertrouwen ook uit, maar we kunnen dat ook. Dus, ja. Want is het nou zo dat er nog meerdere, dat ze een keuze hadden uit meerdere vliegscholen? Nee, want ik heb totaal geen idee van de vliegscholen. Maar ze hebben meer gekeken naar het totaalconcept ook. Mm-hmm. Nou, aan de ene kant kijk je naar de vliegschool. Wat zit daar aan kwaliteit in? Mm-hmm. Ja, kwalitatief voor scholing. Maar je kijkt ook naar de uitstraling van het gebouw. Ja, nou, dan was het een makkelijke keuze. Want er zijn niet
heel veel scholen die in zo'n gebouw zitten zoals wij zitten. Nee. En ik geloof nooit in kralen en kettingen, maar het werkt wel. Ja. Ja, maar je hebt hier wel een A-locatie eigenlijk ook, hè? Ja, wij hebben hier een prachtige locatie. Ja, absoluut. Daar zijn we heel erg blij mee. Ja. De kopers van de Paul V zijn niet de laaggeletterde, als ik het oneerbiedig mag zeggen. Maar het zijn mensen met vermogen. En die hebben ook altijd wensen en eisen. Ja, en dat kun je niet in een bepaalde portocab inzetten. Nee. Nee, dat hoe mooi die portekamer ook mag zijn. Ja. Ja. Dat, die verwachten wel iets meer dan dat. Ja. Wij blijven nog steeds normaal. Ja, we gaan ook normaal met die mensen om. We gaan ze ook niet helemaal in de watten leggen, want ze moeten gewoon leren. Ja. Het is gewoon een serieus business. Ja, ik wou zeggen, het blijft. Je kunt een auto kopen en je kunt denken van, nou, ik toy voor de boy en ik mag er alles mee. Hmm. Ja, als je het serieus kan. Want je krijgt de auto Paul V pas als de training voltooid is. Ah, oké. Dan pas mag je koopt ook een vliegtuig, hè? Je koopt ook een vliegtuig. Ja, een vliegtuig. Ja. Dus jouw license moet gewoon zijn volgens de regelgeving. En de Paul V valt straks onder de Europese regelgeving. Dus je zult je Europese vliegbevet moeten behalen voordat jij een Paul V mee naar huis kunt nemen. Oké. Apart. Ja. Niet apart. Nou, je kunt er al wel. Het is logisch, hè? Je koopt enerzijds een auto, maar het is ook een vliegtuig. Ja. Dus in principe zou je op de snelweg kunnen zeggen van, nou, druk op het knopje of moet dan. Ja, dat is mijn idee, hoor. Je moet je voorstellen dat je, en of het dan, dat zal in Nederland zijn ze er al mee bezig, want ze praten natuurlijk ook met onze Nederlandse overheden. Er zullen bijvoorbeeld een aantal landingstrips komen. En die hoeven niet lang te zijn, het mag gras zijn. Dus je zou je kunnen voorstellen dat bij een afslag voor een grote stad krijg je een soort van landingstrip. Daar kun jij weggaan, daar kun je landen en van daaruit ga je als auto verder het centrum in. Ja. Dus je hebt wel een gedeelte baan nodig, maar niet zo heel erg lang. En het kan ook gewoon op gras. Okay. De betekenis van Paul V is een personal air land vehicle. Hm. Dat is Paul V, dat is de afkorting. Je gaat thuis weg met een auto, je gaat naar een plaats waar je kan opstijgen, dan ben je in een vliegtuig, dan land je en dan ga je met hetzelfde concept, voertuig, ga je weer verder. En dat is het concept, door te door. Anders ga je met je auto naar een parkeerplaats, dan ga je met een bus naar een naar vertrekhal, en dan ga je naar een vliegtuig. Dus al die stappen sla je over. Juist. En dat is het hele concept. En het is natuurlijk helemaal geen, het is ook voor Nederland, maar ja, in feite is Nederland op de wereld stelt het helemaal, qua oppervlakte stelt het niks voor. Nee. Het gebruik voor in Nederland, er zullen best mensen er gebruik van maken. Er zijn ook een groot aantal verkocht. Hm. Maar je moet het ook zien in gebieden wereldwijd, in gebieden waar het moeilijker is. Ja? Ja. Moeilijker toegankelijk. Ja? Noem maar. Ik zit zelf te denken. Australië. Ja, of Amerika. Australië, Amerika. Woestijngebieden. Je moet bepaalde bergketens of heuvels waar je niet gemakkelijk doorheen kunt. Ja. Kijk, als je bijvoorbeeld bekijkt in Frankrijk, hebben we de route de Soleil naar het zuiden. En ze hadden de middenroute, dus niet die naar Bordeaux of naar Lyon, maar de middenroute, daar had je Milau zitten. En het dal van Milau, of Miu noemen ze het daar in Frankrijk. En dat dal, dan moest je echt naar beneden rijden en dan doorheen en dan weer omhoog. Dat deed je meestal anderhalf uur over. Dan hebben ze nu die hele grote brug gemaakt. Oh ja. Dat is bijvoorbeeld iets waarvan je kan zeggen, nou, ik aan de ene kant ga ik met een vlieger overheen en ik land daar en ik ga weer verder. Ja. En in dat soort gebieden moet je denken. Ja. En niet het kleine Nederland. Dat is veel te kleinschalig. Ja. Het is een wereldproduct. Dus in Nederland zul je het eigenlijk meer zien als toy voor de boiler. Nou, dat hoeft niet. Kijk, we hebben in Nederland ook gewoon helikopters. Ja, maar denk aan alle overheden. Politie, militairen. Ja. Als jij als arts op de Waddeneilanden snel ergens toe moet. Mm. Dat soort zou je ook kunnen bedenken. Ja, als jij van het vasteland naar Terschelling moet, maar wel met het bootje. Nou, als jij huisarts of arts bent of noodarts, en dan kun je met een dure helikopter. Ja. Maar je kunt ook als noodarts zo'n ding hebben en gewoon even op en daar naar de persoon toe. Ik zat al aan couriersbedrijven te denken. Die, maar couriersbedrijven die denken meer in drones. Taxibedrijven hebben ook al gehoord. Dus de toekomst zal uitwijzen waar het product zich het meest gaat. Kijk, als je de gemiddelde Nederlander gaat vragen, Paul V, dan zeggen ze allemaal ja, bullshit. Het zijn mensen zonder visie. Ja, dat vind ik wel. Kijk, het is niet zo dat dit kleine dingetje, het is een tweezitter, dat de toekomst gaat worden.
Maar het is wel, hetzelfde met de auto-industrie. Er zijn ooit een keer stoomauto's gebouwd voor mij. En daar zijn Formule 1 auto's uitgekomen. Maar de Formule 1 auto's die zorgen weer dat andere auto's weer gecreëerd worden. Ja. Dus, eigenlijk kun je gewoon zeggen dat we hebben eigenlijk gewoon weer een Nederlandse vliegtuigbouwer. Ja. Heel vet. Er wordt iets gedaan. Ja. En waar het toe leidt. Maar het is een prachtig iets om aan deel te mogen nemen. Dat snap ik wel. Ja, het is gewoon, zeker weten. Het is gewoon heel leuk om als onderneming mee te doen in een innovatieproject. Ja. Terwijl je daar zelf niet het kostenbatenverhaal hebt, zeg maar. Hopelijk het batenverhaal wel, het kostenverhaal bijvoorbeeld niet. Ja. De ontwikkeling heb je dan niet. Nou, maar je kunt wel met dat traject meegroeien. Ja. Wij zijn ook met die wetgeving bezig. Wij schrijven de wetgeving voor de Europese Unie. Omdat die hebben daar geen tijd voor. Die weten het ook niet. Dus wij zijn bezig om die wetgeving. Het is niet dat er daar een stapeltje ligt van: nou, dit is de wetgeving voor de vliegende auto. Hoe moeten mensen daar nu voor worden opgeleid? En welke trainingsprogramma's hangen daar aan vast? Nee, dat zijn we dus aan het schrijven. Die zeggen van: jullie hebben een product. Nou, hoe ga je dat doen dan? Nou, alsjeblieft, zo gaan we dat doen. Ja. En dat doen we samen. Ja, dus hun samen. Komen met dingen terug. Wij geven weer onze feedback. Dus dat is ook iets. Gaat veel verder dan een vliegles. Ja. Als je dat zo ziet. In dit traject momenteel wel. Ja. Als het helemaal staat, dan is het ook bekend. Dan is het een bekend product. Hm. Als het helemaal een bekend product is, is het ook wetgeving. En is het ook, dan gaat het ook weer evolueren, zeg maar, die wetgeving. Dat wordt weer aangepast of wat dan ook. Maar voordat er iets is, dus je hebt een nieuw product, dan wat ga je ermee doen? Nou, dan moet je dat gaan schrijven. Ja. En in dat traject mogen we gewoon meedoen. En dat is gewoon leuk. Ja, dat is wel gaaf. Ja, dat is leuk. Dat is een goede voor op je cv. Wij zijn ook best wel trots dat wij kunnen zeggen dat we de eerste vliegschool in de wereld zijn die dit gaat doen. Dat doet, ja. Ja. We zijn de eerste Fly Drive Academy ter wereld. Een Fly Drive Academy, ja, dat is gewoon leuk. Ja. Ja. Maar hoe gaan ze nou straks doen als zo'n auto nou aangevlogen komt, zeg maar? Weet je, landt hij dan hier of? Je mag hier altijd landen met je PALV, want wij zijn een luchthaven. Ja. Dus en dan kunnen jullie straks eigenlijk gewoon een stukje bij asfalteren dat hij zo de snelweg terug op gaat. Dat kan al. Ja, dat kan je kunt hier gewoon via de taxibaan kun je de poort door en dan ga je dan ben je gewoon weg. Dan ben je gewoon weg. Ongelooflijk, hè? Ja. En de toekomst zal zijn dat er naast, of dat er gewoon bij bepaalde afslagen, bij benzinepompen, dat daar bepaalde landingstrips komen. En dat zal straks waarschijnlijk per gemeente, er zal een gemeente zijn die zegt van: nou, ik wil ook zo'n landingstrip voor de PALV. En die kan ervoor zorgen dat dat buiten het centrum wordt aangelegd en daar kan men dan starten en landen. Ja. Nederland kennende gaat er wel een paar jaar duren, want we hebben altijd bezwaarprocedures en wij. Maar het kan ook heel snel gaan. Ja, het kan ook heel snel gaan. Maar laten we ook heel snel gaan. Ja, en we hadden het net over een drone. Hebben jullie daar hier last van? Nee, mogen je niet vliegen, hè? Nee, maar wat gebeurt dat? Dat vroeg ik me ook al af, inderdaad. Nee. Je hebt al een fly zone, zie je dan eigenlijk, hè? Maar in het straal van 3 kilometer mag je geen drone opstijgen van wie dan ook. Oké. En kunnen jullie dat meten dan? Als er toch iemand. Dat zie je natuurlijk af en toe in de krant wel. Dat bijvoorbeeld op Heathrow het hele vliegverkeer stilgelegd wordt. Dat er een drone aan het rondvliegen is. Staat er een kind van 12? Staat er bijvoorbeeld. Ja, dat kan. Precies. Want die, we weten maar misschien niet van die reden. Maken we het elke week mee? Nee, helemaal niet. Het is wel een punt van aandacht natuurlijk voor de luchtvaart. Want wij vliegen natuurlijk op bepaalde hoogte. Drones mogen niet zo hoog vliegen. Maar ja, sommige drones kunnen wel zo hoog. En het is dat door, kijk, normaal gesproken komen we alleen maar een vogel tegen. Maar ja, dan wordt het een andere vogel die wat meer schade kan. Ja. En een beetje drone kan aardig wat schade aanbrengen aan een vliegtuig. Dus dan is de vliegveiligheid wel degelijk in gevaar. Maar ook aan dronevliegen zitten weer bepaalde regels gebonden. Dus als jij een drone, ik weet het, er zitten niet helemaal in, maar drones met een bepaalde grootte of een bepaalde hoogte, daar heb je ook weer regelgeving en heb je een drone brevet voor nodig. Dus, dat is dus je kunt niet gewoon even. Dus met een drone die serieus hoogte kan pakken, daar mag je eigenlijk niet mee vliegen zonder dat je daar een vliegbuffet voor hebt. Ja. Een drone vliegbuffet. Ik heb er zelf een gebouwd, ik heb een 3D-printer. Ja. En dan kun je gewoon in uitprinten. Ja. En dan bestel je op AliExpress onderdeeltjes, motortjes en zo. Ja. Nou vliegt hij van mij niet veel. Het is één keer opstijgen, dan land je en dan is het kapot. Ik kan dat niet natuurlijk. Nee. Maar ik wil zeggen, want het is wel gevaarlijk, want dat is op 2,4 gigahertz, dat is net de wifi, zeg maar, dus je kan redelijk ver eigenlijk, want je ziet op YouTube gewoon films, je kan gewoon kilometers ver met dat ding. En dan hebben ze zo'n bril op, en dan kunnen ze eigenlijk gewoon gaan zitten, en dan is het net, of als ze echt in dat ding zitten, hè, dan gaan ze kilometers ver, en dan denk ik van, zo kunnen ze ook omhoog natuurlijk.
Dus het kan wel een gevaar zijn natuurlijk. Ja, zeker weten. Ja. En net als straks waar we het over hadden, die couriersbedrijven, hoe gaan ze dat doen? Ja, maar dat zijn allemaal dingen, daar wordt nu al best wel op de achtergrond over nagedacht. Want je hebt natuurlijk verticale paden die omhoog moeten en je hebt horizontale paden. Ja, dat moet elkaar gekruisen of gaan we random op GPS allemaal vliegen. Er wordt gelukkig door iemand anders uitgedokterd. Daar zijn ze al wel mee bezig. Wij weten dat ze daar hier in Nederland en waarschijnlijk wereldwijd ook mee bezig zijn. En merken jullie nou niet dat het luchtruim drukker is geworden? Want daar hoor je eigenlijk allemaal op nieuws. Maar dat is momenteel niet. Momenteel niet natuurlijk, maar de grotere vliegtuigen misschien. Je hebt dan zo'n side flight radar, 24 volgens mij. Als je nou al die lijntjes ziet, dan denk je van dat goed blijft gaan. Ja. Maar je spreekt wat dingen aan elkaar af. En als je hem allemaal aan die regels houdt, dan is goed. Als je er is zoveel ruimte daarboven. Dus daar kun je zo ontzettend veel doen. En, Je moet zo zien, alle mensen die in de lucht zitten, zijn allemaal getraind en gekwalificeerd. Zeg al, zelfs onze vliegers, die hobbymatig vliegen, die vliegen met een instelling waarvan ze weten... Ik moet serieus met mijn hobby omgaan. En het is natuurlijk ook zo als jij als enige vlieger in het vliegtuig zit. Of je zit in een A380 met 900 man achterin. Je wil gewoon naar huis. Iedereen wil gewoon naar huis. Dus heel veel mensen die dan bang zijn voor vliegen. Dan moet je gewoon ervan uitgaan dat degene die voorin zit gewoon naar huis wil. Ja. Dus je zal alles doen. Daar is hij ook voor getraind. Daar is hij voor opgeleid. Daar is hij helemaal voor. Kijk, we hebben met weer te maken. En af en toe hobbelt het een beetje in zijn vliegtuig. Nou ja, goed. Daar kan zijn vlieger ook tegen. De vliegtuig kan 10 keer erger meemaken dan wat de gemiddelde passagiersvliegtuig meemaakt. Ja, en iedere dag gaat het een keer fout. Maar het gaat hier op de A58 op die ene kilometer hier, zo gaat het wel vaker fout. Zo, iedere week wel een keer. Als je dat bij elkaar optelt, dan gaan meer mensen op die kilometer op de A58 dood dan dat hier in de luchtvaart. Helemaal zegt altijd, doodgaat. Het grootste gevaar van mijn baan is mijn autorit naar het vliegveld. En terug naar huis. Dat is goed. En terug naar huis. Dat is 5 minuten. Dat is maar 5 minuten. Dat is 5 minuten gevaar. En dan kan ik de rest van de dag gewoon heel erg in de lucht zitten. Ja. Dat is minder gevaarlijk dan dat stukje met de auto. Heb je nou ook wel eens mensen die vliegangst krijgen, zeg maar hoogtevrees bijvoorbeeld, of die beginnen daar al niet aan? Hoogtevrees heb je met een vliegtuig niet, want je hebt geen contact met aarde. Ik kan het ook niet verklaren, ik heb geen hoogtevrees. Dus. Nee. Maar ik heb heel veel mensen met ik heb zelf vliegers met hoogtevrees. Je kunt niet op een keukentrap staan, maar wel vliegen. Ja. Oh. Maar je hebt geen contact. Nee. Maar heb je dan ook daar speciale les voor of zo? Of dat je niet echt op vliegen? We hebben wel wat mensen gehad met vliegangst. Die dan bij ons komen van, ik heb last van vliegangst. Ja. Kunnen jullie me daarvan afhelpen? En het is niet dat wij daar een hele cursus voor hebben lopen. Maar wij weten wel hoe we dat... kunnen aanpakken. Ja. Vaak komt die angst ergens van vandaan. Ja. Dat moet je eerst zien boven te halen. Waarom heb je dan vliegangst? Is het omdat je in een kleine ruimte zit? Of is het vanwege de hoogte? Of is het omdat je niet weet wat een vliegtuig doet? En dan kun je iemand verder helpen om daar af te komen. Kijk, wij kunnen niemand afhelpen van zijn angst voor kleine ruimtes. Nee. Maar als het gaat over waarom doet een vliegtuig nu iets? Waarom hobbelt hij wel eens? En waarom... waarom hoor ik al die rare geluiden in zo'n groot vliegtuig? Dat kunnen we natuurlijk wel uitleggen aan iemand. En iemand zelf laten vliegen. En ook zelf laten voelen waarom dat is. En zo kun je iemand wel eens van zijn vliegangst afhelpen. Toch om iemand kennis mee te geven. Je moet natuurlijk niet verrissen dat ongeveer 80% van de bevolking niet weet wat vliegen inhoudt. Nee. 80% van de bevolking stapt in een buis. En wat er gebeurt met die vleugels of met voor in de cockpit, we hebben geen flauw idee. Nee. We weten van de bus wel, want we rijden zelf auto en die bus rijdt ook op de weg. Van een trein kun je het ook nog wel enigszins begrijpen. Maar ook in een trein hebben soms mensen een beetje angst. En in de vliegtuig is dat natuurlijk heel anders, want daar heb je totaal geen controle. Het is A, dat je geen controle hebt. B, je weet helemaal niet wat er gebeurt. En C, je doet het zelf opwekken. Hè? Het is de onwetendheid die jou dat angstgevoel... gaat aanleren, aanpraten, hoe je het ook mag noemen. Het onbekende. Het onbekende. En vaak, ik heb best wel wat mensen hier gehad die dan wel vliegangst hadden, zeiden ze. En als je dan gewoon dingen uitlegt, gewoon heel simpel aan zo'n modelletje vertelt, van joh, dit kan er gebeuren, dat kan er gebeuren, maar dat is helemaal niet erg, want een vliegtuig kan dat tegen, dat kan 4 keer meer hebben dan dat wij kunnen hebben. Dan gaan we de lucht in en zeggen, welke angst heb je nou? Ja, eigenlijk geen. Maar dan heb je heel veel dingen uitgelegd. En als je heel veel dingen uitgelegd hebt, dan kunnen mensen het ook gewoon bevatten en snappen. Maar in de regel boeken we een vakantie.
daar staat niet bij dat hij met een vliegtuig gaat. Nee. Maar dan gaan we, oh ja, het vervoermiddel is een vliegtuig. Oh ja, dan ga je met 200 man in zo'n buis zitten. Ja, en als dat fout gaat, ja, waar moet er fout gaan? Die mensen voorin, die willen ook gewoon naar huis. Ja. Dus ja, wat gaat er fout dan? Ja. We hebben natuurlijk... Over die krantenkoppen, dat er dan gelijk in de krant staat dat we in één keer een ongeluk hebben. Ja, maar dan is het nieuws, omdat het niet zo vaak voorkomt. Ja, maar dan gaan er een auto, daar komt niet zo makkelijk op de voorpagina, want daar zijn er zoveel. Nee, niet elke keer, nee. Ja, of het moet dan heel bizar. En als een passagiersvliegtuig neerstort, ja, dan zitten er veel mensen aan boord. En dan wordt het gelijk nieuws. Ja, dat is ook logisch. Ja, dat is dan één vliegtuig op heel de wereld. Ja. Dus als je het aantal dodelijke slachtoffers bekijkt over heel de wereld, dat zijn er net zoveel als dat er in Nederland op de weg gaan. Ja. Waar hebben we het dan over? Ja, dan hebben we het over niks eigenlijk. Nee. Ja. Dat is peanut. Want dan kom je eigenlijk op het volgende. Jullie hebben hier echt serieus veel vliegtuigen staan. Ja. Dat heeft ook allemaal onderhoud nodig. Ja. Wat is daar het interval van? Ja, dat is allemaal vastgelegd. Alles is vastgelegd in de wetgeving. Ja. Niet zo van... Even kijken. Nee, nee. We hebben allemaal onze eigen auto. Er zitten banden onder. Er zijn er bij die rijden allemaal op sliks. Die hebben het idee dat ze Formule 1 auto rijden. No. Er zijn mensen bij die hebben onderhoudsbeurten. Die hebben ze nog nooit gedaan, want dat kost geld. Ja, dat kan in de luchtvaart niet. Nee, maar bij auto's kan het wel. Ja. Dus omdat mensen hun eigen auto bijvoorbeeld niet onderhouden, denken ze dat een vliegtuig ook kan. Maar bij een vliegtuig kan dat niet. Want je staat onder strikte... regelgeving. Zeker wij als vliegschool, je wordt gecontroleerd. Wij zijn nog zwaarder dan iemand die een eigen vliegtuig heeft en iemand die een vliegtuig zelf bouwt. Die mag zelf bijvoorbeeld best wel wat dingetjes aan zijn eigen vliegtuig doen. En dan wordt er door een monteur weer nagekeken of alles, zodat hij alles netjes gedaan heeft. Bij ons is dat niet aan de orde. Wij komen niet aan een vliegtuig. Zelfs nog geen, wij halen nog geen schroefje eruit, wij gaan geen bandje vervangen. Alles wordt gedaan door een gecertificeerd onderhouds. Bedrijf. En daar zitten ook uren aan. Elk vliegtuig mag zoveel uur. Dan moet hij elke keer weer terug voor een onderhoudsbeurt. Het heeft met uren te maken dan met vlieguren. Vlieguren, ja. Na zoveel vlieguren heeft hij weer een onderhoudsbeurt nodig. In de regel is het elke 50 vlieguur. Dus als je dat omzet in kilometers, dan is dat... je vliegt zo'n 200 kilometer per uur met die kleine dingen. Dus 50 vlieguren is 10.000 kilometer. Oké. Ja. Welke 10.000 kilometer heb je in een beurt? No. En dan heb je ook weer dingen voor. De ene beurt moet dat gebeuren, de andere beurt moet dat gebeuren. Dus dat ligt helemaal vast. En dan heeft zo'n vliegtuigmotor mag 2000 uur mee. Nou, 2000 maal 200 kilometer is 4 ton. En dan moet hij eraf. Klaar. Okay. En alle 10.000 kilometers heeft hij dus een beurt gehad. Dus hij heeft sowieso 40 keer een beurt gehad. Zo. En soms zeggen mensen wel eens van, oh, dat is een vliegtuig, noem maar wat, uit 1985, dat is een oud vliegtuig. Ja. Maar je moet je voorstellen, een vliegtuig, dat is een body. En alles in dat vliegtuig moet om de zoveel uren moet dat worden vernieuwd. Dus je motor, je propeller, je instrumenten, er zitten allemaal. Dus elke keer wordt dat vliegtuig weer vernieuwd en weer... Geüpgrade. Dus je kunt een vliegtuig hebben uit de jaren 80, maar dat voldoet even goed aan alle eisen als een vliegtuig wat je net nieuw binnengehaald hebt. En hoe zit dat nou dan met zo'n, want je ziet ook wel eens van die vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld, hè? Ja. Maar is daar dan ook een paar keer de motor al van vervangen of zo? Ja? Dat is wel zonde, die zijn niet origineel meer dan. Nee, dat kan ook niet, hè? Nee, als je zo vloeiend vloog, dan moet die motor eraf. Ja. Dat is wel origineel. Dus is nog steeds een andere motor, dezelfde motor, maar dan een nieuwe of een nieuwere. Ja. Maar het is sowieso veiliger dan een auto, want toen ik meevloog, toen zag ik zelfs dat er een dubbele bougie in zat. Dus mocht dan een bougie stoppen, dan kun je ook een knop omzetten en dan heb je nog een reserve. Maar er zijn sowieso twee bougies die werken. Dus als er één kapot gaat, maakt het er nog niet uit. Ook al zou de boordspanning wegvallen, dan is het nog geen probleem, vliegen we gewoon door. Ja. Dus een vliegtuig is doordacht. Ja? Ja. Het enige, er gaan wel eens dingen fout, maar waar niet? En als alles uitvalt, dan zweef je nog steeds door. Ja. Het is niet dat als alles ermee stopt dat je niet meer kunt vliegen, dan ga je draaien, zweven. Op de lucht eigenlijk, hoe zit de thermiek? Dan zak je gewoon langzaam. Dan zak je wel. Ja. Ja, je hebt nog wel tijd om vanaf een bepaalde hoogte te zoeken naar een plaats waar jij kunt landen. En hoe oefen je dat nou eigenlijk? Ja. Ja. Dat train je ook allemaal. In de hele oplijn zitten 50 noodlandingen. Dus, dan heb je zo'n oefening. Dan moet je gewoon ergens zeggen van nou, we pakken een weiland. Dan moet je wel goed plannen. Maar je landt ook vaak op vliegveld boven het veld. Dan trekken wij het gas dicht en dan zoeken we het maar uit. Nou,
Dan moet je hier weer, maar wij gaan natuurlijk nooit ergens in het buitenland landen om een noodlanding te doen. Nee, maar je gaat tot een bepaalde hoogte en als je dan ziet van nou, ik zit er eigenlijk lekker voor, dan heb je dus een goede noodlanding uitgevoerd. En dan weet je dat je die landing ook wel kunt maken. Ja. En dus daar worden mensen op getraind. Ja. Hebben jullie dat zelf nou eens meegemaakt? Ja. Weet niet, maar het, in onze het school gebeurt, wel. Het gebeurt. Ja. Okay. Ja. En als het gebeurt, gebeurt het. Ja. Het enige is, met een auto zit je aan de kant en een vliegtuig moet je gewoon zweven naar beneden. Ja. Ja, dat zit in je opleiding, dus het is eigenlijk weer gewoon normaal. Ja. Buiten het feit dat het niet normaal is. Het is altijd wel spannend hoor, laten we eerlijk wezen. Ja. Wanneer wij een belletje krijgen dat er een vliegtuig ergens een noodlanding heeft moeten maken, dan sta je wel eventjes... De wereld naar nul ongevallen trekken, dat is een utopie. Dat gaat nooit gebeuren. Nee. Kijk, je hebt natuurlijk hele interessante programma's. Aircrash investigation. Ja. Dat doet ook niet goed voor de gewone mens. Maar als je het ziet, dan zijn het vaak de ongevallen uit de jaren 70 en 80 die je nog terugziet, want ze moeten het ook weer. Dat hele programma kunnen daar geen rekening En de maatschappijen waarvan je denkt van, daar zou ik al niet meer mee vliegen, denk ik. Het is allemaal van 20, 30 jaar geleden. Dat was een heel ander tijdperk waarbij de technologie een enorme sprong vooruit maakte, maar dat er natuurlijk ook wel dingen misgingen. Ja. Nou ja, die vooruitgang die is al geweest, die ongelukken zijn geweest, daar hebben we van geleerd. Want elk luchtvaartongeval leren we in de luchtvaart. En dat wordt verbeterd en dat wordt aangepast. Dat wordt ook uitgekouwd. Als je nu ziet hoeveel dat er gaat, we hebben dan de 7-7 Max gehad. Maar dat heeft dan niet te maken dat dat vliegtuig onveilig is. Het heeft te maken met het feit dat er dingen vergeten zijn om uit te leggen naar de piloot. En als dat vergeten wordt, of het systeem niet helemaal foolproof gemaakt is, dan krijg je dit soort dingen. Ja. En dan heb je de onwetendheid die hiervoor zorgt. Ja, dan komt dat vanzelf weer. Ondertussen staat dat vliegtuig 1,5 jaar aan de grond. Ja. Dat vliegtuig is niet onveilig. Nee, dat moet beter geïngineerd worden dat het niet kan gebeuren. Dat was met zo'n Boeing toch? Dat hij zo lang aan de grond heeft. 747 Max. Dus dat soort dingen gebeuren. En dat is bij ons ook, als er iets bij ons, als een vliegtuig van ons een noodlanding heeft moeten maken, dan is het niet zo van, oh wat jammer, die heeft een noodlanding gemaakt. Nee, er wordt helemaal uitgezocht van, wat is er nu gebeurd? En al die punten, wordt allemaal stap voor stap, wordt daar doorgenomen. En het is dus, er komt enorm veel onderzoek bij kijken ook. Snap ik dus, wel, ja. En dat is niet dus dat door ons, hè. Ja. Wij als school zelf, wij gaan ook gelijk nakijken van, waaraan ligt dat? Wat is er gebeurd? Dus er wordt helemaal doorgesproken. Juist. Dus er zit een heel stuk safety aan. Ja. Het is natuurlijk ook zo, als bedrijf zijn, hebben we zo'n 40 leerlingen die we dan in de wekelijks of in een heel traject opleiden. Maar we hebben nog 100 huurders die op die vliegtuigen vliegen. Dus ja, wij geven die vliegtuigen mee aan die mensen, dat willen we ook wel, dat die mensen gewoon terugkomen. Ja. Kijk, dat er iets gebeurt onderweg is hetzelfde met de autoverhuur. Maar je wil gewoon, en mensen opgeleid en noem maar op, maar je wil gewoon dat je het product wat je meegeeft ook gewoon terug kan komen. Ja. En dat is gewoon veiligheid. Ja. En daar staan we gewoon in de luchtvaart gewoon, ik denk, veel verder dan andere. En bij ons moeten mensen elke 6 weken een keer vliegen. Ja. Als het langer dan 6 weken geleden is, moeten ze met de vlieginstructeur een aantal starts en landingen maken. Wow. Dus 1 keer in de 6 weken moet jij vliegen. Ja. Daarnaast is jouw license, zeg maar, jouw bevoegde verklaring is 2 jaar geldig. Elke 2 jaar moet jij met de vlieginstructeur een trainingsvlucht vliegen. Ja. Waarbij een aantal oefeningen, zoals een noodlanding, weer een keer aan bod komt. Elke 2 jaar dus maak jij met een vlieginstructeur weer een paar landingen. Gaan die niet meer zo lekker, dan word jij elke 2 jaar weer eventjes terug opgeleid naar de basis. Naar niveau, zeg maar. Ja. Ja. Oh. En dus allemaal van dat soort dingen is allemaal ingebouwd. Dus het is net zoals je met een auto, die jouw rijbewijs haal je als je 18 jaar bent. Ja. En verder hoef je nooit meer terug te komen. Als je 75 bent, moet je weer een lesje doen. En bij ons is dat elke 2 jaar komt een vlieger binnen om een... Om een checkvlucht uit te voeren. Eigenlijk zouden ze dat met auto's toch ook moeten doen dan? Toch? Dan zouden ze toch wel strenger op mogen zijn dan? Ik ben geen wetgever. Als je nu ziet hoe streng dit is, dat is een heel contrast. Er zijn wel eens mensen op de weg dat wij zeggen van, god, die had misschien ook wel eens een keer een autorijlesje kunnen gebruiken. Ja. Of een beetje, welke borden. Hoeveel borden zijn er niet bijgekomen in de loop der jaren? Klopt. Ik heb pas geleden onze kinderen het gehaald. Dan kijk je even mee en dan denk je, oké, dan weet ik dus ook niet helemaal meer. Ja, dat klopt. Ik had dat zelf ook. Ik had mijn autorijbewijs gehaald. En een jaar of 3 daarna dacht ik van, ik wil wel mijn motorrijbewijs gaan halen eigenlijk. Mm-hmm. Nou,
Dus ik dacht van, de theorie, ja, dan komt het toch gewoon gezakt, hè? Ja, ja. Ja, dat is gewoon klaar. Ja, dat is ongekend, jongen. Ja. Dat is niet normaal. Ja. Ja. En dat is met luchtvaart, dat is wat dat betreft veel, veel strenger. Ja, ja. Wel goed. Ja, ja, heel goed. Ja. Want wij zeggen al, het is wel een hobby, maar je moet het wel met een beroepsmatige instelling doen. Ja, inderdaad. Ja. Nou, wij hebben dus pas geleden, heeft Dave van zijn vrijgezellenfeest een ritje mogen maken met... Hij is teruggekomen, hè? Hij is nog teruggekomen, hij zit er nog inderdaad. Ik zit er nog, ja. Maar dat was ook spannend, hoor, van tevoren. Want toen, dat heeft met gewicht te maken ook. Hè, wat er dan in zo'n vliegtuig kan, ook met de brandstof en de verzekering. Ja. Ja. Maar toen... toen heb ik 3 dagen moeten vasten. Wij hebben hier wel een lichaam staan. Dat klopt. Ja. Maar er werd mij dus verteld dat er contact werd gelegd met een piloot van TUI, volgens mij. Nee. Hoe zit dat? Hebben jullie daar ook connecties dan mee? Of hoe moet ik dat zien? Met die piloten? Nee, het kan zijn, we hebben natuurlijk vliegers die bij ons vliegen, die ook bij TUI vliegen. Ja. Dus we hebben heel veel vliegers die in de grote luchtvaart vliegen en daar hun dagelijks werk hebben. Als captain op een Boeing zit, om zomaar wat te zeggen. Ja. En die willen gewoon in het weekend ook weer hun hobby uitoefenen. Ja. Dus die moeten hun kleine vliegbrevet zogezegd weer eventjes terughalen. Weer eventjes alles opfrissen, want dat vliegt toch weer even net anders dan zo'n grote Boeing. Ja, ja. En dus wij hebben veel vliegers die ook in de grote luchtvaart vliegen, die bij ons ook een vliegtuig komen huren. Okay. En met hun kinderen of met hun vrouwen dan weer een tochtje maken, om het zo maar te zeggen. Heb je dan niet vaak dat je daar ook wel dingetjes van leert? Of is het allemaal... Dat zijn weer van ons. Ja. We leren van elkaar. Ja. We hebben in de grote luchtvaart is alles geautomatiseerd. Oh. Het is eigenlijk, je zit met z'n tweeën voorin. Ja, je kan net zo goed alleen zitten, want alles wordt eigenlijk gewoon gedaan. Oh. Dus heel, heel gechargeerd, hè? Ja. Ze hebben 2 knoppen, autopilot en koffie. Ja, en dan... kijk, een groot vliegtuig vliegt eigenlijk gewoon zelf en dan kan ook automatisch landen. Dat vertrekken doen ze niet, doen ze wel zelf. Maar het is een ander concept, het is veel meer massa. Dit is veel lichter en veel bewegelijker. En als je moet er even mee leren omgaan. Ja. Je moet je voorstellen, als jij in een Boeing zit, zit jij 10 meter boven de grond met jouw cockpit? Nou, hoger. Hoger. Ja. Dus, en als jij hierin zit, dan zit je bijna voor... Ja. Ik kan me voorstellen, als jij captain bent op een groot toestel... en je komt hier in zo'n klein toestel zitten... dat je denkt van, ik zit met mijn billen hier op de grond. Ja, maar dat lijkt me dus de afstand tot aan de baan, is een hele andere... Ja. Dat je denkt gevoel. Van, ben ik het dan nog niet? Ja, inderdaad. Wanneer, waar blijven die wielen nou? Dan moet je allemaal wel echt op kunnen vertrouwen, op die techniek. Dat bijvoorbeeld net als, want dat is trouwens bij deze niet, hoor, dat hij zo uit... Deze hebben geen. Nou, ik heb dus een keer meegemaakt in zo'n lijnvlucht dat we geraakt werden door het bliksem. Hoe zit dat nou met deze vliegtuigen? Kunnen die daar ook tegen? Kan. Maar je maakt toch geen aarde in principe? Nee, met deze vliegtuigen hebben we ook een kooi van Faraday en van die afleiders. Dus je kunt wel geraakt worden, maar dan wordt het afgeleid naar de rest van de lucht. Okay. En degene die daar niet tegen kunnen, we moeten met dat weer gewoon niet vliegen. En je moet ook niet zeggen van, daar komt een mooie onweerbui aan, laat ik daar nu eens lekker dwars doorheen vliegen. Dat is gewoon met vliegen, je weet waar je naartoe gaat. En je weet waar je tegen gaat komen, dat is een voorbereiding die je doet. Ja. En je weet gewoon, wat zijn mijn beperkingen, kan ik het aan, kan het vliegtuig het aan, is het vliegveld, je gaat een aantal zaken checken voordat je überhaupt weggaat. Je maakt een heel plan. En dat is niet als je met de auto van, ik doe de deur op en doe de sleutels op en ga weg. Ja, ga jij op de weg, dan heb je een weg en die moet je maar volgen. Ja. Als jij een vliegtuig hebt en je ziet een enorme bui hangen, dan heb je ook een keuze om de bui heen te vliegen. Als het nou zo koud is net als nu, merk je daar nou veel van als je daar boven zit? Of? Nee, dan een kachel. Gewoon een kachel. En ook een airco als het warm is. Nee. Dan niet. Dat kan, maar die zitten er bij ons niet in. En dat heeft weer te maken met het gewicht wat jij zei. Een airco is best heel zwaar, dus dan kunnen er weer minder mensen in het vliegtuig. Ja. Dus dat is, we hebben airco. Van de ramen kunnen open. Ja, twee raampjes die kunnen open. Dus je kan wel iets openzetten dan? Ik heb iets open. Dan zou je toch zeggen dat het drukvlies is. Nee, zo hoog zitten we niet. Nee, wij hebben daar geen last van. Nee. Nee, drukcabine heb je pas nodig vanaf, 3-4 kilometer. Oké. Dan heb je nodig, dan zo'n gewoon mini. Hoe hoog zaten wij nou eigenlijk als wij nou doen vliegen? Nou, je zit bij zo'n rond de 600 meter. Dat is toch wel een eind, hoor. 2000 voet, 600 meter.
Ja, dat, is, dat ja, lijkt heel veel, maar het is, voor een luchtvaartbegrip is dat niks. Ja. De meeste vliegen op 11 kilometer. Ja. 11 of 13 kilometer. Dus ja, dat is... Je merkt wel dat hun het al eventjes doen, hè? Want ja, dat is heel makkelijk. Ja, ja. Maar ja, kijk, als je 600 meter hoogte hebt. Dat is hetzelfde als dat iemand in de IT zit, dan zit ik ook zo te vragen: hoe werkt het dan? Ja, makkelijk. Ja, volgens het dagelijks kost. Ik vind het wel heel interessant, want iedere keer als ik zo'n ding omhoog zie gaan, denk ik: van, kan dat nou? Ja. Kan het bestaan dat er nou gewoon. Ik ook, want als ik mijn pen zelf omhoog trek zo. Als mijn pen weggooi, dan vliegt hij heel kort. Ja, ja. En als ik in dat ding ga zitten, denk ik van, hé, dat vliegt gewoon. Ja, precies. En blijf je in de lucht ook. Ja. En wat zijn nou jullie ambities nu nog? Wat zou het voor jullie het volgende, de next step zijn, zeg maar, om te behalen met jullie bedrijf? Ja, dat is wel heel leuk, want daar zijn we natuurlijk ook volop mee bezig. Ja. Wij zijn, ik ben 50 geworden van het jaar, hij is 55. Je hebt natuurlijk ook een soort plan van, hoe lang gaan we dit nog doen? We hebben 3 kinderen, waarvan 1 zoon enorm graag het bedrijf zou willen overnemen. Mm-hmm. Die is inmiddels sportvlieger en nu bezig voor zijn beroepsbrevet en die wil ook vlieginstructeur worden. Je was toch recent, ik zag het op Facebook volgens mij. Hij is vorig jaar geslaagd voor zijn sportvliegerbrevet. Okay. Hij heeft inmiddels al genoeg vlieguurtjes gehaald, want het is natuurlijk... Maar hij moet ook leren, want het is ook, komt echt, zeker voor je beroeps, zit er enorm wat vakken bij die je moet leren. Dus elke morgen komt hij hier 4 uur om zijn studie te doen. Ja, wat wij nu eigenlijk mee bezig zijn, is natuurlijk enerzijds de ontwikkeling van de Pal V. Om daarin mee te gaan, dat is natuurlijk prachtig iets om aan ons bedrijf toe te voegen. En verder proberen wij steeds meer waarde toe te kennen aan ons bedrijf. Eigenlijk willen wij de grootste vliegschool worden in de kleine luchtvaart. En de opleidingen die wij momenteel hebben, die willen we nog steeds beter maken. We zijn nu, volgend jaar gaan we een aantal nieuwe opleidingen weer aan onze vergunning toevoegen. Waarvan 1 opleiding helemaal nieuw is in ons land, die is er helemaal niet. En zo proberen we constant bij te blijven. Ja. En soms is het, dit jaar hebben we weer een nieuw vliegtuig aan onze vloot toe kunnen voegen. En zo probeer je elk jaar weer stapjes verder te gaan om het bedrijf verder neer te zetten. We hebben dit jaar ook in de coronatijd een nieuw leerlingvolgsysteem opgezet. Dus we zaten 8 weken thuis. Dus eigenlijk binnen 2 weken hadden we gekozen welk leerlingvolgsysteem dat we zouden nemen. En de rest van de 6 weken zijn we met het hele team bezig geweest om dat helemaal in te vullen en op te zetten en verder uit te breiden. Hoe moet ik dat zien dan, leerlingvolgsysteem? Nou, gewoon een digitaal leerlingvolgsysteem. Iedereen, elke vlieginstructeur zit met een iPad in het vliegtuig, kan precies zien wat deze leerling nog moet doen. En geeft eigenlijk ook aan wat die leerling deze les heeft kunnen doen. Onze huurders gaan ook met hun telefoon of iPad het toestel in en vullen de uren in die op de meter staan. Zeggen dat ze nu weggaan. Ze gaan vliegen, ze komen terug, ze schrijven weer de uren op. Dus al hun uren worden in hun logboek bijgehouden gelijk. Mm. De facturering wordt gelijk gedaan bij onze baliedames. Onze piloten kunnen persoonlijke ontwikkelingsplannen voor zichzelf. Hè? Dus ze hebben 1 keer in de 2 jaar zo'n trainingsvlucht en de vlieginstructeur zegt van nou, ik zou nog wel de komende 2 jaar hier en hier en hier op wat gaan trainen. Dus dan krijgen ze een plan, wat ook in het digitale leerlingvolgsysteem staat. Kunnen ze ook weer afvinken als ze dat hebben uitgevoerd. Alle safety items die wij als vliegschool hebben, staan ook allemaal in dat digitale systeem. Dus zo probeer je eigenlijk alles wat we hebben, qua safety, qua alles, in 1 systeem te zetten. Waardoor iedereen er te alle tijden toegang tot heeft. Dus dat hebben we in die acht weken gedaan. En daar zijn we nog steeds mee bezig. Ja, we zijn niet klaar. Maar IT is gewoon continu. Ja. Dus probeer je constant je bedrijf eigenlijk weer naar een nieuw level te brengen. Ja. En jullie hebben dus wel in het begin van de corona, misschien nog steeds, daar wel, jullie hebben dicht gemoeten, toch? Ja. Ja, we hebben januari en februari waren voor ons slechte maanden. Want, jullie weten dat misschien niet meer, maar we hadden storm Dennis en storm Kiara. Ja. En alle stormen hebben wij zo'n beetje in de eerste 2 maanden van dit jaar gehad. Ja, en als het dat soort weer is, kunnen wij dus niet vliegen. Dus dan vallen er veel dagen uit. Maar dat hebben we elke winter wel een beetje. En dan op het moment dat het voorjaar wordt, dan halen we dat ruimschoots in. Nou ja, jullie weten het misschien van die 8 weken dat we thuis waren. Prachtig vliegweer geweest. Heel goed voorjaar gehad van het jaar. Heel goed voorjaar. Ja, wij waren 8 weken dicht. We hebben 8 weken naar boven gekeken en gezegd van, wat is het mooi vliegweer. Zo. Ja. En zelf ook nog wel gevlogen in die tijd? Want je zegt... Nou, alleen om de vliegtuigen current te houden. Dus onze eigen vlieginstructeurs. We hebben gewoon een soort pool gemaakt. En elk toestel heeft dan toch even wat vlieguren nodig.
elke vlieginstructeur ook. Ja. Dus ze hebben gewoon gezegd van jij gaat vandaag naar de school, jij pakt dat vliegtuig en jij doet morgen dat. Met als gevolg dat klanten gelijk gaan bellen. Ik zie dat voor Alfa Alfa aan het vliegen is. Zijn jullie weer open? Nee. Niet open. Ja. Voor het onderhoud, zeg maar. Oké. Ja. En hebben jullie dan ook speciale plannen daarvoor of acties ondernomen, behalve dat leerlingvolsysteem, zeg maar, om nog om de corona te kunnen tackelen of iets dergelijks? Nee, niet veel te tackelen. Nee, we zijn 362 dagen in het jaar open. Ja. Dan kunnen niet zeggen, laten we nou nog eens een extra dag open. Nee, we zijn al 7 dagen open. Als je 9 weken dicht moet, dan halen we gewoon niet in. Nee, dan halen wij niet meer in. Zo, maar hoe doen jullie dat privé dan? Altijd hier bezig dan? Nee. We hebben een fantastisch team. Dan zet ik wel eens vrij. Ja, ik hoor zeggen dat je vrij voor een ondernemer. Ik denk dat de meeste ondernemers dat wel weten. Kijk, als het bedrijf dicht is, ben je vrij. Nou, we zijn 3 dagen dicht, dus we zijn 3 dagen vrij. En alle andere dagen zijn we niet aanwezig. Maar ja, dan ben je niet vrij, je staat altijd aan. Je weet dat je bedrijf op de achtergrond doordraait. Dus je staat altijd wel een soort van aan. Maar het team valt ons niet lastig als het niet echt nodig is. Dat weten ze ook gewoon. Dus die kunnen eigenlijk heel veel dingen eigenlijk gewoon zelf. Goed zelfstandig. Heel zelfstandig team. Ja, absoluut. Ja. Oké. Ja. Daar was ik ook nog benieuwd naar. Naar de parachutisten. Is er nou ook van jullie? Of doen jullie dat dan... jullie stellen de baan beschikbaar, zeg maar? Of nee, want wij zijn de vliegschool. Maar de luchthaven is niet voor ons. Dus het vliegveld Breda Airport. En wij als vliegschool maken gebruik van de faciliteiten van Breda Airport. Zoals de parachutistenclub ook weer gebruik maakt van de faciliteiten. Dus het vliegveld heeft meerdere bedrijven. Wat zal er zitten hier? Nou, misschien wel een bedrijf of 20, 25 wat hier op het vliegveld zit. Meer ondertussen. Ja. En niet elk bedrijf heeft de faciliteiten van de start- en landingsbaan nodig. Maar niet zo vaak. Niet zo vaak. Ze zijn allemaal wij vliegen 7 dagen per week. Dus wij zijn wel wij zijn de grootste klant van Breda Airport, laten we het zo zeggen. Ja. Okay, er zit nu ook een restaurant, maar die hebben die baan niet nodig. Die hebben de baan niet nodig. Nee. Ja, maar kijken. Ja, om te kijken. Ja, klopt. En maar werken jullie nou dat het bijvoorbeeld in het weekend drukker is of door de week is? Maakt volgens mij niet uit. Gewoon 7 dagen in de week aan. En wij vliegen elke dag, maar net als maandag is nooit zo'n drukke dag als op een zondag. Op zondag is het moet je echt wel een paar weken vooraf een vliegtuig inboeken, anders dan dan staan we. Er zijn heel weinig mensen die op maandag vrij nemen. Wel op vrijdag, maar nooit op maandag. Dus de enige mensen die hier komen vliegen, dat zijn de kappers. Die zijn normaal vrij. Ja. Of als ze in de horeca zitten, zijn ze ook normaal vrij. Dus mensen uit de horeca of kappers, vak of wat. Maandag is eigenlijk de rustigste dag. Nou, de rest van de week, vanaf dinsdag zie je het alweer oplopen. Tot en met zondagavond is het vol. Ja. Oké, en die maken dus inderdaad allemaal gebruik van deze vliegtuigen. Ja. Zeg maar. Heb je nou ook wel eens mensen, want dat zie je ook wel eens een heel groot aanhanger. Waar dan schijnbaar een vliegtuig in zit. Zijn jullie daar ook mee in contact? Nee? Dat zijn zweefvliegtuigen over het algemeen. Zweefvliegtuigen of motorzweven. Onze buurman, die heeft dat. Ja. En die hebben inderdaad vaak dat ze hun zweefvliegtuig mee naar huis nemen. En die gaat dan in zo'n koffer. En dan zie je zo'n grote koffer inderdaad rijden. Ja. Ja. En dan kunnen ze vanaf verschillende luchthavens die voor zweefvliegtuigen geschikt zijn, kunnen ze weg. Maar die moeten toch getrokken worden eerst? Die moeten toch eerst omhoog en dan worden ze toch losgelaten? Ja, sommigen hebben een hulpmotortje om op te stijgen. Dus, en die stijgen niet gewoon op ook? Hier hebben wij er eentje staan, dat is de motorzweefvliegclub. En die vertrekt en landt met de motor. Die kan niet in zo'n box. Die in een box, die hebben inderdaad of met een vliegtuig dat ze omhoog getrokken worden of met een lier. Dus, maar dat kan hier op het vliegveld niet. Dat wordt wel eens gedaan, maar dat is dan een paar keer per jaar dat ze dat doen. Maar het is niet standaard dat hier elk weekend een zweefvliegtuig door middel van lier of ander vliegtuig wordt opgetrokken. Maar met een lier, dan word je gewoon gelanceerd dan eigenlijk? Of? Ja, het vliegtuig wordt gewoon voortgetrokken door de lier. Ja. En omdat je vooruit gaat, gaat het vliegen. Ja. En dat is het concept van lier. Bovenin koppelen ze die lier af en dan zweeft hij verder.
Hoe lang duurt dat nou eigenlijk zo'n vlucht? Hoe lang kan die nou vliegen? Kan 3 minuten duren. 3 minuten? Ja, dat is een zweefvliegtuig. Maar het kan ook een uur of 3. Volgens mij kunnen ze heel lang hangen. Ja, ze kunnen heel lang hangen, maar dan moet je thermiek hebben. Als je een goede thermiek hebt, dan kun je heel lang vliegen. Want die wordt constant door de lucht weer omhoog. Dus dan kun je heel lang in de lucht blijven. Ja. Ik zit dan te denken aan zo'n papieren vliegtuigje. Nee. Als er een thermiek is, dan wel. Ja. Dat is zoals die pen die je weggooit. Ja, hè? Zo, dan moet je ook wel... Ja. En daar geven jullie ook al les in? Ja. Oh, dat niet? Het is een andere tak van sport, een ander buffet, een ander systeem. Oh, dat is heel anders hoor. Ja. Zelfs helikopter vliegen doen we ook niet. Oh, helikopter, maar die stijgen hier wel op, denk ik. Ja, die stijgen wel hier op, maar we doen geen opleiding. Nee. Ja. Dus wat dat betreft... Nee. Oké. Okay. Dus ja. En vaak de piloten die grotere vliegtuigen gaan vliegen, die beginnen hier, denk ik. Je begint altijd klein. Ja. Half klein. Iedereen denkt van degene die op een Boeing vliegt, heeft ook op een Boeing les gehad. Nee, je begint op zo'n vliegtuigje waar je met 2 personen in kunt. En dan ga je naar een vliegtuig wat een intrekbaar landingsgestel heeft en een prop waar wat meer op en aan zit. En dan ga je naar een vliegtuig met 2 motoren. Maar dat kan ook een vliegtuig zijn waar je maar met 4 man in kan. Ja. Maar of je nou in een Boeing vliegt met 2 motoren of in een vliegtuig voor 4 personen met 2 motoren. Het idee is hetzelfde. Dus je haalt je beroepsbrevet op een 2-motorig toestel met intrekbaar landingsgestel. En hè, zeg maar, dat is de moeilijkheidsgraad die jij als verkeersvlieger leert. Mm-hmm. Vervolgens word jij aangenomen bij maatschappij X of Y of Z. En daar ga jij een omscholing doen op het type vliegtuig waar jij op dat moment op gaat vliegen. Ja. En dat kost het meeste geld. Ja. Dus jij moet dus gaan trainen met een Boeing en een paar starts en landingen maken. Dat, Ik heb dat al op de simulator gedaan. Heel veel op de sim. Ja. Oh, ja. Ja. Dus maar dat laatste stukje training is altijd bij de luchtvaartmaatschappij waar jij gaat werken. Oh. Nou. Okay. En net stuntvliegen? Ook wel eens gedaan? Of? Nou, nee. Ik heb wel bovenop een vliegtuig gestaan. Zo, oh. Ja. Zo. Dat wel. Ja, tijdens het vliegen. Ja. Ik ben met de Breitling Wingwalkers mee geweest destijds. Die waren een aantal jaar geleden hier op Zeppen en die hebben een vliegtuig, zo'n dubbeldekker. Ja. Ja. En hebben ze van die dames die er bovenop staan, die dan ook buitelingen maken en een koprol. Ja. En, echt waar? No. Ja, en die waren hier voor de airshow en ik mocht mee. Dus ik heb bovenop de vleugel gestaan, toen hebben we hier een vlucht. Ik moest wel met mijn benen op de vleugel blijven. Ik mocht geen buitelingetje maken. Nou, toch niet. Wow. Zo. Ja, dus dat was wel heel erg leuk. Ja. Maar dan zit je wel vast, neem ik aan, toch? Dan zit je vast, ja, zeker. Ja, nou, brilletje op. Dus het is ook zo, als je jezelf dat filmen, dan zie je ook zo... Je kaak allemaal zo. Dan denk je, oeh, wat heb ik erin? Alles wat over is, blijf achter. Ja. Maar dat kan, joh. Ja, dus dat was ook heel erg leuk, ja. Oh, nou, ik zou het niet leuk vinden, denk ik. Fantastisch, ja, geweldig. Ja, heel leuk, ja. Maar zelf ook wel eens parachute gesprongen dan? Ja. Nou, niet zelf, maar wel een tandem sprong. Ook heel gaaf. Wat is dat? Dan hang je bij een ervaren para aan zijn harnas en dan ga je met z'n tweeën. Ja, fantastisch. Ja. Een paar seconden dat je uit dat toestel valt, ja, geweldig. Dan steken de natuur in, hè? Ik snap het zo ook niet. Leuk. Nee. Bij mij mogen ze altijd mee terug. Ja, precies. Inderdaad. Maar dat zie je dus. Ik neem ze bij dus, mogen mee terug. Vlieger. Ik ben geen vlieger. Nee. En hij is vlieger. En ons vliegteam verklaart mij voor gek dat ik uit een vliegtuig spring. Ja, of dat ik op een vleugel ga staan. Ja, dat kan me wel voorstellen. Ik kom er gewoon terug. Ja, maar dat is... Dat je halverwege uitstapt, dat snap het vliegersteam vindt dat allemaal heel erg vreemd. Ja. Je stapt in een vliegtuig, je komt gewoon terug. Ja. Je gaat er niet opstaan, je gaat er niet uitspringen, je gaat er niet onderhangen, je gaat... Doet het met de auto ook niet. Nee. Je stapt niet halverwege uit, terwijl je rijdt, dat doet het niet. Nee, dat is wel heel erg leuk, ja. Oké, maar heb je zelf dan dat nooit zo leuk gevonden dan, dat zelf vliegen? Of nooit echt... Ja, weet je, de ambitie om... Kijk, wij gaan wel eens samen vliegen. Dan moet hij mij les gaan geven als wij een dag vrij zijn. En dan, weet je, dat wij hebben zo onze eigen... Dat werkt ook niet. We hebben zo onze eigen taken in ons bedrijf. Als ik nou ook nog moet leren vliegen in de dagen dat wij vrij zijn, moet hij mij les gaan geven. Dan ga je met z'n tweeën, ga je dan, als je vrij bent, een vluchtje maken. Ja. Nu mag jij vliegen, nu mag ik. Dat werkt in de praktijk niet zo. Nee, oké. Maar ik dacht misschien ook voor qua instructeur of instructeur. Ja, er moet iemand bij zijn in het bedrijf die denkt als een normaal mens met 2 benen op de grond staat. Ja. Ja. En een iets andere visie dan een piloot. Wij hebben een iets andere visie dan het instructeursteam. Ja, precies. Juist. Nou. Dus jij bent eigenlijk de ruggengraat dan? Ja. De rest... De rest zijn nog die vlierenfluiters. Die zien alles vliegen, ja. Ja, precies. Ja. Oh. Ja.
Oké. Nou, ik moet wel eens zeggen dat ik wel eens jaloers ben op Herman. Als hij zegt van ik zit weer in mijn kantoor. En dan heeft hij zo'n foto met de lucht en het uitzicht. Prachtig, en, dan, en ik heb mijn kantoor hierboven. Ik kijk op de snelweg uit. Dus dan ben ik wel eens een keer jaloers. Ja. Dan denk ik van nou, dat is toch wel een heel mooi vak. Ja, ja absoluut. Ja. Oh, gisteren ben jij eigen zoon mee mogen vliegen. Dus gisteren ben ik met mijn zoon gaan vliegen, ja. Dus dat is ook weer leuk. Maar dat is ook wel leuk, denk ik, ja. Dat is heel leuk, ja. Ja. Kijk, ik zit de hele dag in dat vliegen, maar ik kan me voorstellen, we hebben ook mensen waarvan hun kind gaat vliegen. En dan mogen de ouders op een gegeven moment met hun kind gaan vliegen. Mm. En je mag je vliegbuffet behalen als je 17 jaar bent. Wow, dus moet je voorstellen dat ouders met hun kind naar de luchthaven komen rijden, omdat hun kind nog niet zelfstandig mag autorijden. Dat mag natuurlijk wel, hè. Ja, niet met 17 jaar, hè? Ja, precies. En daarna stappen die ouders bij hun kind in het vliegtuig. Ja. Met die zelfstandig mag vliegen. Omdat hij zelfstandig mag vliegen. Dat is net zo makkelijk Verstappen. Die had ook zijn autorijbewijs en niemand die reed wel 320 met dat ding. Ja. Zo bijzonder, ja. Nou, dus je mag met 16 jaar mag je solo vliegen en met 17 jaar mag je je vliegbuffet behalen. Ja. Bijzonder is dat, hè? Ja. Is dat nog een reden? Dat is gewoon zo bepaald. Stel, ik zou nou zeggen van ik wil eigenlijk bij jullie komen vliegen. Hoe lang ben ik nou bezig met zo'n opleiding dan? Wacht maar net hoeveel dat jij erin wil investeren aan tijd. Tussen de 1 en de 2 jaar, zeggen wij meestal. Meestal wel. De allersnelste was 6 weken en 1 dag. Zo. Ja, die had ook een hele duidelijke visie. 6 weken en 1 dag. Die heeft het heel snel gedaan. Maar de meeste mensen die een baan ernaast hebben en het voor hobby doen, zijn 1 tot 2 jaar bezig. Okay. En de snelle zijn ongeveer een jaartje bezig. Je moet ook nog 7 vakken halen, hè? Dus je moet ook nog serieus leren. Het is niet van ik ga zitten, ik lees even een boekje door. En nee, je moet echt wel serieus 7 vakken leren. En wat zijn die vakken dan? Vliegtuigkennis, aerodynamica, meteo, luchtvaartwetgeving, navigatie. Zo. Ja, dus je moet echt wel. Ook een van die redenen dat ik denk van. Ik kan mij helemaal niet schelen hoe vliegtuigmotor werken, hoe dat gek. Nee. Wow, nee. Okay. Ja, dan moet je dus allemaal weten. Zijn er nog veel vrouwelijke piloten? Gelukkig wel. Ja, best veel vrouwelijke piloten, ja. Als je altijd nog een lelijke vent. Ja. Best wel heel veel, is leuk. Nee, ik denk dat gewoon 10-15% dames hebben hier. Ja. No. En dat voor luchtvaartbegrip is dat veel. Ja. Ik vind ook echt, het is net een automonteur. Een mannenwereld, zo. Juist, inderdaad. Ja. Toch valt dat wel mee. Zijn ze even vrouwen hier op. En dan kom je bij de luchtvaartmaatschappij toch tegen dezelfde debakel aan. Van ja, je kan zwanger worden. Ja, dat kan. Dus zoals dat oude stijl bedrijfsleven zit. Mm-hmm. Maar dan mag je niet vliegen, denk ik. Nee, mag je niet vliegen. Nee. Oh. Oké. Okay. Ja, er zijn natuurlijk vrouwelijke piloten sowieso. En die zijn er steeds meer, gelukkig. Mm-hmm. Ja, ze hebben af en toe toch wel het oude stigma van ja, je kan zwanger worden. Ja, daar kunnen ze ook niks aan doen. Maar nee. Dat is soms wel een dingetje. Maar nou hoorde je laatst ook net zo op die grotere vliegtuigen, dat die heel veel vlieguren maken ook, hè, die piloten. Ja, die maken minder dan wij. Ja? Ja. Onze vlieginstructeurs maken bijna dubbel zoveel vlieguren als iemand in de grote lucht. En die blijven ook gewoon, dat gaat gewoon goed, zeg maar. Want toen zei ze van, dat ze te veel uren maakten, te lang achter elkaar werkten. Ja, dat zijn ook lange vluchten. Hè. Kijk, bij ons zijn het vluchten van een uur. Laat het nou eens 2 uur zijn. Als je tijdzone maar wij maken geen vluchten van 12-13 uur. Nee. Wij hebben eigenlijk gewone werkdagen, zo moet je zien. Onze eerste vlucht begint om 8:30. En in de zomer mogen wij tot 8:00 s'avonds vliegen. Dan heb je al wel een hele lange werkdag. Mm-hmm. Maar dan ga je daarna gewoon naar huis. Dus je bent s'avonds gewoon thuis. Dus het zijn eigenlijk redelijk normale werkdagen. Het is niet dat je, dat je tijdzones doorkruist en 13 uur op een vlucht zit en dat soort dingen. Een gemiddelde instructeur bij ons, die is iets minder dan een paar jaar geleden. Maar als wij dus een 1000 uur verrekende uren hebben naar een klanten, dus instructieuren, dan moet je dat ongeveer maal 2,5 doen. Dat zijn al die werktijden. Dus als een normaal mens 1600 uur per jaar voor elkaar krijgt, wat al soms een uitzondering is, dan maken we er 2,5. Dat zijn dan de werkuren die je maakt. Ja. Dat is de tijd, dat is niet de tijd die verrekend kan worden, maar wel de tijd die je met jouw vak bezig bent. Mm-hmm. Dus tja, ik zeg altijd, het is wel teruggelopen hoor. Ik denk dat het nu rond de 2000 ligt. Maar ja,
een instructeur maakt gewoon meer uren dan gemiddeld Nederlander. Het is wel arbeidsintensief eigenlijk. Ja. Ja. Ja, ja, het is ook gewoon, je moet erbij blijven. Ja. Als je het in luchtvaarttermen bekijkt, is een instructeur het gevaarlijkste beroep. Ja. Het wordt laagst betaald. Ja, je kan eigenlijk niet 5 minuten zeggen van of nee. Even... Nee, iedere klant speelt bij jouw leven. Ja, je moet heel die vlucht geconcentreerd zijn. Als je zegt van risico's, dan zit de start en de landing, is het risico, het meeste risico voor een laag bij de grond, dat is risico. Nou, dat zitten we bijna elke dag. Ja. Dus ja, het meeste oefen je de starts en landingen. Ja. Ja. Dat is wat een dus als je dan onder het kopje gevaarlijk moet noemen, dan heb je het gevaarlijkste beroep in de luchtvaart. En dan nog is de rit naar huis gevaarlijker. Zo. Ja. Okay. Ja. Ik denk dat we wel zijn, Erika. Ja. We zitten al een uur en een kwartier te babbelen. Ja. En ze hebben nog een afspraak zo meteen. Oh, ik heb zo meteen nog een Zoom-meeting. Ja, precies. Nou goed, ik bedankt jullie in onze podcast. Dat super zijn. Interessant. Heel leuk dat jullie er waren. Ja, super. Dan gaan we leuk. Nog even terugkijken. Ja, dat sowieso. Hij staat op YouTube, op ons Facebook, LinkedIn, Spotify, Apple Podcast. Dus daar komt hij allemaal op te staan. Dus allemaal abonneren. Yes. Ik hoop dat er meer duidelijkheid is gekomen dan de luchtvaart. Zo. Dat denk ik wel. Okay. Zeker weten. Mooi. Bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Joehoe.